Hey, hallo. Het is 25 december van Kerstmis in het jaar 800. En iedereen is er. De hoge heren zijn er. Heren, hallo. Joehoe! Ik heb er zin aan. Hartstikke goed. En de adellijke dames zijn er ook, dames. Joehoe! Ze zijn er allemaal. En wie we niet hadden verwacht, maar wie er zeker is, is namelijk de paus. Hartelijk welkom, Leo de Derde. Ja, ja, joehoe. Ik ben er helemaal klaar voor. Hartstikke geweldig. En wie er dus niet is, is koning Karel. Want die gaan we verrassen en die weet dus echt voor niets. Ik vind het zo ontzettend spannend. Ik ben gek op surprise parties. Ik ga me vast verstoppen. Alsjeblieft, gaat u zitten, want daar zie ik de koning al aankomen met zijn vrouw. En het gevolg, jongens, zit daar. Oh, zitten! Snel, mag gebeten. Hoi, hoi. Sorry dat we te laat zijn. Zijn jullie al begonnen, nee, toch? Kom, schat, kom. Vrolijk kerstfeest. Sorry, wij zijn er niet. Doe alsof wij er niet zijn. Ga doen. Goed. Ja. Beminde gelovigen, ik ben zo trots dat ik het woord mag geven aan paus Leo de Derde. Nee. Is hij hier? Wat doe jij hier? Mm. Wat doe jij hier, Leo? Mm. Oh, nee, toch zeker? Ja, ja. Nee. En Karel, kom jij eens even naar voren. Nee. Wat ga je doen? Wat ga jij doen? Nee, joh. Ja, ja. Jongens. Want ik mag jou. Ja? Bij de gratie gods. Ja? En als verrassing. Kronen. Tot keizer. Van het Frankische Rijk. Nu? Ja, kom. Ja, mag ik je dan nu kronen tot keizer? Natuurlijk, ja. Mooi. Ga je gang. Jij, gezegend zij, Carolus, Serenissimus, Augustinus, Imperator Romanum, gubernans. Lang leven keizer Karel! Te veel, dankjewel. Koning Karel, ik moet het meteen. Wat zeg ik? Excuus. Ik bedoel de keizer Karel. Wat ging er door u heen? Oh, het is een rollercoaster aan emoties. Het is zo. Nee. Wat is dit? Ja. Oh, dat krijg ik erbij? Dat hoort erbij. Dat hoort er gewoon bij. Kijk nou, dat is toch hartstikke mooi. Wat een mooie dingetjes allemaal. U heeft het verdiend. Nou, dankjewel. U heeft het verdiend. Oh, jongen, echt. Dat op eerste kerstdag. Leo, dankjewel. Kunnen we nu? Ja, nee, natuurlijk. Ja, sorry. Mijn excuses. Ja, gaat uw gang. Jongens, echt. Dank jullie wel, hè. Ik had geen idee. Wist je het echt niet? Ja, natuurlijk wel. Maar dat vinden ze leuk om te doen. Oh, wat lijkt me dat leuk. Wat? Nou, zo'n verrassingsfeest met al je vrienden erbij. Oh, wil jij dat? Ja, voor mijn verjaardag als verrassing. Maar als je het vraagt, is het toch geen verrassing? Karel wist het toch al? Ach, je bent gewoon te lui. Ja. Ook.